Op de laatste dag van het schoolvoetbaltoernooi in Amsterdam trokken onder andere de spelertjes van de Koonstamschool naar het AFC-terrein. Hun optimisme moet de tegenstanders van de Wingertschool al bij voorbaat alle moed hebben ontnomen. Luide toegejuicht draafden de 22 voetballertjes het veld op, waar enkele duizenden liefhebbers op deze zonnige middag een plaatsje hadden gezocht. De 11 van de Koonstamschool maakten eerst de spieren even los, een voorbeeld dat onmiddellijk door hun tegenstanders werd nagevolgd. De leiding was helemaal in officiële handen. Na de aftrap bleek al spoedig dat de witgehemde Wingertploeg het beste voetbal speelde. Maar aan de afwerking van de vaak mooi opgebouwde aanvallen mankeerde alles. De Koonstamploeg was veel gevaarlijker, al miste ook haar voorhoede enkele goede kansen. Kansen om van te likkebaarden volgens de supporters. Doelman Wiegertjes van de Koonstamschool was in grootse vorm. Hij had een groot aandeel in de 4-0 zege die zijn elftal behaalde. Drie treffers kwamen van de voet van de snelle binnenspeler Atje de Jager. Een opgetogen supporterschare stormde na afloop het veld op om het Koonstam elftal een welverdiende hulde te brengen. De verliezers waren nog niet in staat hun teleurstelling te camoufleren. Voetbal is nu eenmaal een sport waarin de vreugde om de overwinning en het verdriet om de nederlaag hand in hand gaan. De vreugde was in dit geval voor Atje de Jager en zijn succesvolle teamgenoten.